verschillende opleidingen gehad. Ik heb mijn master mogen doen in Argentinië. Ik vond dat toen fantastisch omdat ik... Zo leert je ook die wereld beter kennen van eigen onderzoek. Ik ben heel graag bezig met literatuur. Met deze opleiding kan je heel veel kant. Filosofie gaat uiteraard over heel veel dingen. Dat is net een van de leuke dingen ervan. Maar als ik één gemeenschappelijke focus zou moeten aangeven bij wat er centraal staat in filosofie, is het altijd op een of andere manier gaat over wat het nu eigenlijk is om te denken. Wat doe je als je nadenkt over iets? Dat kan over heel veel verschillende soorten zaken gaan. Dat kan over een ethisch probleem gaan. Dat kan gaan over de vraag van, ja, wat is nu eigenlijk de echte aard van de werkelijkheid? Of wie ben ik? Wat is liefde? Enfin, er is geen enkele vraag waar je niet over kunt nadenken. Maar de vraag die je dan in filosofie gaat stellen is eigenlijk, ja, wat doe je eigenlijk een keer dat je daarover begint na te denken? Wat is dat rare ding denken? Nu, je kunt dat op veel manieren begrijpen. Eén manier is dat je zou kunnen denken, een filosoof, dat is een expert in het denken. Dat is iemand die beter kan denken dan andere mensen. Nu, sommige filosofen denken misschien over die manier na, over hun discipline. Ik denk dat het interessanter is om de filosoof te zien als iemand die trager denkt. Wat je doet in filosofie is een gedachte die je anders heel spontaan vormt, dat je die gaat vertragen. Dat je de vraag gaat stellen van, ja, maar wacht eens even. Waarom denk ik dit nu eigenlijk? En waarom denk ik dat als ik dit denk, dat ik ook dat moet denken? Is dat wel zo? Dus in filosofie ga je eigenlijk een vertraging op het denken invoeren. Je gaat jezelf proberen te betrappen terwijl je aan het denken bent. En dat, denk ik, is een van de meest fascinerende zaken aan filosofie. Dat je jezelf als denker beter gaat leren kennen. Nu, uiteraard, een studie filosofie, dat is geen therapie. Het gaat er niet om, ga ik daardoor dan plots gelukkig worden of ga ik een beter mens worden? Denk net dat die vertraging op het denken, dat iets belangrijk is. Daarin kan je bepaalde zaken tonen die van belang zijn. En die niet enkel van belang zijn voor jezelf, die niet enkel te maken hebben met je eigen denken, maar die van belang zijn voor allerhande grote maatschappelijke debatten en thema's, waarin heel veel zaken heel snel worden aangenomen, waar bepaalde argumenten heel snel als overtuigend worden gezien, maar waar het vaak nuttig is om ook daar die vertraging even in te voeren. Dus ik zie een studie filosofie in de eerste plaats als een oefening in het trager denken. Nu, samen daarmee met dat trager denken, denk ik, is ook een manier van anders denken. In de zin van een keer dat je je eigen denken of het denken van andere mensen op die manier uit elkaar begint te rafelen, om een keer dat je daar van een ander perspectief inneemt op dat denken, ga je ook andere mogelijkheden plots beginnen te zien. Komen er andere denkruimtes open? Een van de manieren waarop je daarin getraind wordt in een studie filosofie is door te gaan kijken naar de geschiedenis van die filosofie. Door je te gaan confronteren met andere denkers uit het verleden. Aristoteles of Spinoza of Locke. Het is een heel rijke geschiedenis van denkers die telkens lichtjes andere vormen van denken aanbieden. Andere manieren om te begrijpen wat we doen om te denken, maar daarmee samenhangende ook andere manieren om dat denken zelf vorm te beginnen geven. Dus je gaat het denken vertragen, maar je gaat het denken ook opentrekken. Je gaat zien op welke andere manieren kan ik nog naar de werkelijkheid kijken. Op welke andere manieren kan ik mijzelf misschien begrijpen. Op welke andere manieren kan ik onze maatschappij begrijpen. Dus het gaat over een vertraging, maar ook over een exploratie die mogelijk gemaakt wordt door die vertraging.